In de vorige aflevering is er veel gebeurd in Kingdom Era. Zo zijn ze door Mount Meyer gepasseerd en zijn er veel verschrikkelijke dingen gebeurd in Mount Meyer. Maar het ergste gebeurde toen ze Khal'drak Drog van Andal vonden. Je gaat nu in deze aflevering zien wat er gaat gebeuren. Dus, enjoy! Jij dwaas, een domme Aloriaan die een grondgebied betreedt van Ork. Jouw koning is al lang gestorven. Waar heb jij het over, Andal persoon of wie je dan ook bent? Je bent een niemand. Ik maak je ter plekke af en Thys, die leeft nog gewoon. Laat me niet lachen. Jij, een persoon die mij aan zou kunnen, jouw koning, was net zo sterk als hij waarschijnlijk zal zijn. Je bent maar gewoon een zwak. Een nietig persoon. Het zal zo zijn dat koning Thys dood is. Het maakt me toch niet uit, ze hebben me allemaal verraden. Maar kom eens vertellen, wat moet je van me? Wat wil je überhaupt? Nou, Hendglim, dat zal ik je zeker vertellen. Dan ga je gevangen nemen. En vervolgens eten we je op met bot en al. Ik ga me niet willen, Leon. Pas op, dit wordt gevaarlijk. We moeten zo snel mogelijk weg hier. Zoals je nu ziet, Lin, je bent omsingeld door mijn mannen. Ik ga geen kat meer op. Jij is op mij. Ik ga echt helemaal nergens naartoe. Ik ben weg hier. Sam, pak je spullen en we gaan er vandoor. Snel, ren. Ja, Timo, snel. Kom mee, ren, ren. Oké, ren naar de berg. We moeten zo snel mogelijk naar die berg, want daar is dekking. Wacht even, wat zie ik daar? Ik zie er een boom. Sam, ga die boom in. Dat is onze enigste kans om hier weg te komen. Oké. Zijn ze zo dom dat ze hier langslopen? Alsjeblieft, laat ze dom zijn. Ik hoop het ook. Ja, ja, hier, kijk. Ah, gelukkig. Ze lopen door. Maar ik heb het gevoel dat we iets of wat missen. Ja, dat voel ik dus ook. Ja, wat was het nou? Ik weet het niet meer. Nu je het zegt, missen we niet iemand? Waarom? Ja, waar is Timo? Waar is Timo gebleven? Is hij niet ergens verstopt of zo? Nee, ze hebben hem zeker. Verdomme! Waarschijnlijk is hij naar een kamp gebracht of zo. Leo, wat doe jij hier? Bah, het is een vieze ork. Vertel jij eens even wie jij bent. Ik ben een onmachtige draak. En als je op wacht, dan vermoord ik je. Ja, jij hebt helemaal geen wapens, je hebt helemaal niks bij je. Je bent maar een trieste ork. Kijk wat wij hier hebben. Je kan nooit weten wie je kameraad is gebleven. Als jij niet vertelt waar jouw kamp is, slachten we jou hier ter plekke af. Dus vertel dat maar even snel. Ons kamp. In het oosten zullen we echt nooit, maar ook nooit kunnen vinden. Maak hem gewoon af. Ja, Sam. We maken hem dood hier. Goed. Dat hij zo dom was om te vertellen waar zijn kamp ligt, boeit ons niet. Want nu kunnen we tenminste gelukkig Timo ophalen. Dus ik weet niet, welke kant is het op? We moeten wel richting de hoofdstad. Ergens verderop. Achter de bergen zijn het, toch? Ja. Shh. Sam, wees stil. Volgens mij zijn we er bijna. Het is volgens mij best wel aardig groot en bemand. Dus blijf op je hielen en blijf stil. Ja, ik zie het. Door het bos? Ja, we pakken het gewoon slim aan. Net zoals toen met het orkendorp, weet je wel. Gewoon sluw en achteraf. Dus kom mee. Oké, okay, ja, ik zie heel veel. Weer stil, Sam. Fluister maar een beetje. Oké, dit is het kamp. Veel verschillende tenten. Ik schat zo'n 100 à 150 orks. Komen we binnen? Laten we maar gewoon rustig over de muur klimmen of zo. Iets in deze richting, ja. Oké, hier kunnen we erover. Waar zijn alle orks? Ja, de meeste orks zullen wel liggen te slapen. Oké, heb je een zwaard bij je of iets? Hou maar voor de zekerheid vast of zo. Oké, geen orks te zien. Blijf rustig. Het kan zijn dat ze zo vanuit deze tent komen. We gaan hier er gewoon uit. Nee, dit is geblokkeerd. We moeten de andere kant op. Oké, volgens mij... Ja, laten we maar gewoon hier langs gaan. Oké, ja, ik zie een paar orks lopen. Blijf laag op de grond. Oké. Het stinkt hier ook heel erg. Het ruikt hier allemaal naar verrot vlees. Ja, hier, daar is er een. Sam, iets achter. Pas op. Man.
Oké, we gaan even kijken of Timon een van deze standjes zit. Oké, volgens mij is dit een of andere blacksmith of zo, maar hier is geen Timon te bekennen. Maar er zijn wel heel veel orks, dus pas op. Kunnen we wat spullen nakken? Nee, Sam, laat maar gewoon alles liggen met zoals het is, zoals ja, laat maar gewoon liggen, want straks worden we gepakt en dan zijn we de sigaar. Maar we moeten even verder kijken. Oh shit, daar komt er weer in. Verder, bleef je achter. Oké, okay. Dan gaat deze stem maar in, anders zijn we misschien wel oké, een luxe stoel met wat drank. Zeker allemaal gejat uit de stad. Verdomde orks. Oké, maar blijf zitten. Dat is loopt de eentje. Sam blijft laag, ja. Zal ik schieten? Nee, hou je boog maar gewoon bij je. Oké, zijn ze weg? Ze hebben ons niet te pakken, gelukkig. Oké. Oké, hier tussendoor, hier onder die brug of zo, daar kunnen we wel staan. Oké, we moeten even een plan gaan verzinnen hoe we dit gaan doen, Sam. Want door alle tentjes kijken, dat denk ik niet dat dat gaat werken. En dat weet jij ook wel. Zit ik nog niet ondergrond? Nee, misschien dat ze daar achter of zo een tent hebben. Of zo'n gevangenistent. Ik weet niet, iets in die richting of zo. Er zijn heel veel orkentents, maar ik zie hier niet echt een gevangenis of zo. Daarachter? Ja, misschien. Misschien achter bij die toren. Laten we hier maar gewoon langs gaan. Ik zie hier geen orks. Het is ook zo koud, man. Ik heb het echt gewoon koud. Ik zit liever gewoon weer bij een vuur, net zoals een Aloris, weet je nog, die goede tijd. Ja, de goede oude tijd. Oké, okay, maar daar zijn we hier niet voor. We moeten gewoon Timo bevrijden, maar oké. Okay. Het kan op zich wel onze escape route worden, dat we gewoon via hier gewoon weg kunnen. Want de rivier is bevroren. Ja, een snelle manier. Ja, gewoon een perfect plan, toch? Ja. Maar waar is Timo? Ik zie allemaal ook shit. We moeten hier langs over de rivier achter het rat of zo, wat het mag zijn. Een rat? Waterrat volgens mij, ja. Blijf rustig, blijf kalm. Ja. Waar zijn alle orks? Oké, ik zie geen orks. We kunnen hier de rivier oversteken, denk ik. Even kijken voor de zekerheid. Ja, go. Het valt op zich wel mee. Misschien dat ze allemaal op zoek zijn naar ons of zo. Dat al die orks die normaal in de tentenkamp zaten, dat er dan ja, dat die gewoon weg zijn gestuurd. Maar er zijn wel wat overgebleven. Oké. Okay. Ik heb die zogenaamde Cold Rock hier ook nog niet. Oh, wacht. Blijf laag. Ik maak ze af. Nee, Sam. We moeten het alarm niet af. Oh, hij loopt droog. Of het is mooi. Laten we gaan. We moeten het alarm kosten wat kosten niet af laten gaan. Want anders is onze dekking helemaal weg. Dan zullen ze hier alarmerend zijn. En hij is er helemaal geen kans meer om hem te redden, maar we moeten laag blijven. Kunnen we, denk je, over de brug heen? Ja, ik zie geen orks. Ze zijn allemaal bij dat kant. Laten we maar gewoon lopen. Ja. Oké. Okay. Man, ik ben best wel moe. Het is ook laat, ik heb al dagen niet geslapen. Ja, laten we maar gewoon... Wacht even. Wat is dat? Ik zie daar wat. Ik zie dat. Ik hoor Timo volgens mij. Ja, ik zie hem. Oké, we moeten kijken of misschien is het Timo wel. Dan kunnen we hem redden. Hoe gaan we op deze brug komen zonder dat we gestapt worden? Oké, even kijken of er geen orks. Oh, via de andere kant misschien. Of. Ja, ik zie daar Timo zitten. Volgens mij hangt hij aan die boom daar. Laten we maar gewoon gaan bevrijden. Maar dan moeten we niet gesnapt worden. We proberen dus hier over de brug, maar... Ja, we gaan gewoon over de brug. Ja, let's go. Ik zie hier ook geen wachters, dus we kunnen hier mooi naar boven. Over de brug. Hij is wel kapot, dus pas op dat je niet naar beneden valt. Hier ook geen orks, alleen maar hoofden. Ah, man. Oké. Misschien dat hier wel helemaal geen orks horen te zitten of zo, of dat ze gewoon... Ja, ik weet niet. Ik zie ze nou echt een... Oh, daarachter weer een. Ze liggen waarschijnlijk dus nog gewoon steeds te slapen, denk ik. Oké, maar blijf laag. Blijf gewoon
over deze stap. We moeten gewoon zo snel mogelijk naar boven, Sam. Hier. Ja, ik zie hem. Ja, we komen eraan, Timo. We komen eraan. Wees stil. Ja, wel snel. Oké. Rustig. Rustig en kalm. Volgens mij is dat... Dit is, ja, dat is hem. Sam, dat is hem. Dat is die Cold Rock. Blijf erachter. Nee, waar is hij mee bezig? Oh. Oké, laten we maar mooi in zijn tent blijven. Terwijl wij gewoon proberen, weet ik veel wat. Goed, maakt niet uit. Maar Sam, waar ben je nu? Oh, daar ben je. Oké. Laten we de tent beklimmen. En voornamelijk stil zijn, want hij hoort dat natuurlijk als we er hier op lopen. Oké, voorzichtig, voorzichtig. Ja, ja. Oké, als het goed is, komt iemand ons bijna zien. Ja, ja. Oh, het is hoog. Ik wil niet vallen, man. Ik wil echt koste wat kost niet vallen. Oh ja, daar is hij. Oké. Oké, snel. Schiet op. Sam, heb jij toevallig een pickaxe bij je of iets om dat ding kapot te maken? Ja, die heb ik. Oké, je hebt een pickaxe. Nice. Ja, we komen eraan. Wees stil. Niet daar praten, Timo. Anders valt het op. We halen hier wel uit, Timo. Oké. Ja, hak hem eruit. Hak hem eruit. Oké, okay. Denk je dat je het kan wagen, de sprong? Oké, spring. Ja, oh. Okay. Verdomme, hij viel. Ja, hij leeft nog in ieder geval. Papa zat voor de orks naar beneden. Oké, blijf daar, we halen je op. Oké, Sam, we moeten zo snel mogelijk naar beneden en we moeten hier weg. Ja, schiet op. Even zien, waar kunnen we hier, kan ik hier naar beneden? Ik denk het wel. Ja, hier naar beneden. Stil. Volgens mij hebben ze ons door, daarom rennen ze allemaal die kant op. Maar goed, oké, Timo. Timo, ja, kom mee. Oké, het is goed dat je hier weer bent, maar nu moeten we hier proberen uit te komen. Sam, je hebt een... Ja, goed zo, geef je zwaard maar. Ze hebben ons door. Ik zie ze daar. Oké, we moeten nu zo snel mogelijk weg hier. Ren. Oké, go. Hier weg. Oké. Ze zitten op onze hielen, man. We moeten hier weg. Oké, over het meer, jongens. Oké. Holy shit. Wegwezen hier. Wegrennen, kom op. Sam, nee, niet schieten, gewoon rennen. Ik ren die kant op. Timo, kom met ons mee. Ga nou niet die kant op. Timo, kom snel. Nee, Sam. Ze schieten op Timo. Volgens mij... Nee, ze hebben Timo volgens mij. Timo is dood. Timo is dood gegaan. Orks hebben hem vermoord. Oh, dat krijgen ze nog wel. Timo. Waarom Timo? Waarom niet? Alles was voor niks. Onze wraak zal goed zijn.